Bakkerij Groot Koerkamp aan de Assendorpenstraat in Zwolle heeft vandaag het licht uit en de kaarsen aan. Samen met vele andere ambachtelijke bakkerijen in Nederland vragen ze aandacht voor hun bestaansrecht. Door de snel gestegen energieprijzen zijn veel bakkers in nood. De compensatieregeling van de overheid gaat geen zoden aan de dijk zetten, zeggen ze. Onze actie houdt in dat wij een landelijke actie doen wij aan mee voor een licht te doven eigenlijk. Om aandacht te vragen voor het probleem bij de ambachtelijke sector, de bakkersector. En daarom hebben wij vandaag onze lichten gedoofd en de kaarsen aangedaan. Ja. Er horen al steeds meer verhalen van bakkers die echt dicht gaan. Ook bij ons gaat ons contract naar variabel. Dus wij weten ook niet wat ons straks te wachten gaat staan. Nee. Wat betekent dat? Hoeveel vestigingen hebben jullie? Wij hebben 3 vestigingen. Onze hoofdvestiging zit in Genemuiden. Daar zit ook onze bakkerij. Daar wordt alles ambachtelijk nog gemaakt. En dan hebben we in IJsselmuiden en Genemuiden en Zwolle een filiaal. Ja. Dus dat zijn 3 filialen, zeg maar, waarbij je ook allemaal energiekosten komen kijken. Wanneer gaat jullie contract omhoog? Per november. Dus dat is nog maar een paar dagen. En dan weten jullie al wat de nieuwe tarieven worden? Ik heb zelf geen idee wat de tarieven worden. Dat zullen ze misschien in de bakkerij inmiddels wel weten. Alleen, ik hoor echt verhalen die niet leuk zijn. Nee. En heb je dan ook enig idee, want dan moet je dus extra omzet draaien bijvoorbeeld? Ja, dat is de enige mogelijkheid. Maar ons broden zo duur maken is eigenlijk niet meer verkoopbaar. Nee. En extra klanten winnen, dat is natuurlijk ook niet aan de orde. Nou ja, we doen ons best natuurlijk, maar dat gat ga je niet helaas dichten, denk ik. Zonder steun komen wij er denk ik niet. Nou, is er een regeling van de overheid? Komen jullie daarvoor in aanmerking? Onze percentages zijn niet hoog genoeg, verwacht ik, dat wij daaraan mee kunnen doen. Nee. Jullie krijgen eigenlijk helemaal niks? Ik ga ervan uit dat het waarschijnlijk wel hetgeen is waardoor we deze actie snel in het leven hebben geroepen namens de hele sector, zeg maar. Ja. Hoe wordt erop gereageerd door klanten? Ja, ze hebben heel veel, reacties zijn gewoon wel heel erg hartverwarmend dat betreft. Het is jammer dat je het op deze manier moet gaan doen.